Ik denk dat het sowieso al lang Oké, duurt. we gaan beginnen. Ja, Pafles, zeg maar wat we gaan doen. Het was uw idee. Mijn idee. We gaan Lara Croft langs alle kanten bekijken, as usual. En ik speel Lara Croft. Ja. Wat gebeurt er als je alle twee een bepaald personage zijn? Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Altijd iemand anders kiezen. Nee. Dat gaat niet. Nee. Ah, dat gaat niet. Ah, damn. Oké. Okay. Voilà. Wauw. Schoon, hè. Meteen een streepje Egyptische mythologie, voor wie er nog nooit iets van heeft gehoord. Lichtjes vriendelijker voorgesteld dan het in de echte mythologie eigenlijk is. Maar ja, qua vragen, is het accuraat? Wie het echte verhaal van Isis en Osiris wil weten, zoekt het maar eens op. Het is iets grafischer dan hier wordt voorgesteld. Wow. En met 37 lichaamsdelen die overal verspreid liggen, is het dus aan ons om ze allemaal terug bij elkaar te krijgen. Sabita, als er wordt geschoten en zo, dan gaat het geluid van het spel wat opflakkeren. Ze zeggen op de chat dat het geluid van het spel zelf een beetje laag staat. Ik heb het gelezen. Opvallender is, er zit één donkerkleurige persoon binnen de vier personages en die mocht je niet spelen, blijkbaar. Toch niet als je met twee speelt. Nee, kon ik die niet selecteren? Nee. Je kunt erover hoveren, maar je kunt hem niet selecteren. Pam pam pam. Ik denk dat als het geluid van het spel niet goed doorkomt, dat dat te maken heeft met mijn instelling op mijn computer zelf. Als ik via Skype aan het babbelen ben, dat die automatisch de rest van het geluid begint te dempen. Maar ik weet niet hoe ik dat afzet. Maar zolang ze iets kunnen horen, is het goed. Dan heb ik eigenlijk de intro gemist, Pafles. Wow, heel jammer. Nu loop ik veel rapper dan straks, heb ik de indruk. Wee! Wee! Het steekt anders het licht al aan, hè? Ah ja. Zo. Zo. Wow. The mark of Set. He is still trapped in Duat, but he can extend his power into our world. These marks must be destroyed wherever we find them. Right. Wat moeten we kapot doen? Voorlopig niks. Het oog dat hier in het midden staat. Kan jij nu neerschieten? Done. En nu ik. Om een voorbeeld te geven. Het oog is nu al kapot. Als je het alleen speelt, moet je elke kant zelf neerschieten voordat je verder kan. Dus er zit wel degelijk een verschil in alleen spelen en samen. De puzzels zijn blijkbaar anders opgebouwd, alleen of samen dus. En dit is onze grote vriend en tevens grootste tegenstander. Wie is dat, Set? Yes. Bullet Pro zegt hey. Een dikke shout-out naar Bullet Pro. Yeah. Zet. Oh nee. Tegen nu, niet tegen hem. Wat wil er zeggen als mijn controller rood begint te gaan? Is dat ik geen leven meer heb of is dat mijn batterij plat aan het gaan is? Normaal is die batterij plat, want mijn is die blauw. Ja.
Dan gaat misschien ja, de laatste, maar is oké. Gaat helpen. Gaat misschien uw volledig leven nog. As usual. Ik weet niet wat ik leef zou zijn kwijtgespeeld, ook niet dus. Die bollen moet je wel eerst neer. Alleen ik kan dat doen. Dus. Oké. Okay. Voilà. En ook dit kan ik alleen doen. Dit stuk is dan weer iets voor u. Ja. Hierboven. Ah, right. Ik weet wat ik moet doen. Wacht, hè. Wacht. Nee. Ja. Zo. Niks doen, hè. Dankjewel. Oké, okay, dus mijn power is dat ik like, een grappling hook kan uitschieten waar hij dan op kan lopen en dan moet ik... Gaat jij mij nu optrekken ofzo? Nee, jij moet er zelf naar de muur lopen. Ah, oké. Oké, oké, oké. Awesome. En hier geraakt je normaal gezien alleen niet op, en dan is het aan mij om een bolletje te vormen waar je op kunt staan. Van. En nu kunt jij mij optrekken. Dankjewel. Dus meteen, voorbeeld, laat me los. Van co-op. Een granaatje helpt ook altijd. Te zijn je eigen opblast. Goh, ik ben je punten aan het scoren, paplis. Je moet ook wel de muntjes oprapen, natuurlijk. Huh? Waarom gaat hij niet in de fik? Moet hij hier in de maat? Ah, echt? Ja. Hey, omhoog. Nee, gewoon activeren, erop gaan staan. Push the button. Nu moet er naar beneden komen. Is het een leuk spel om op weigen te spelen? Of zeg dat als je het koopt, doe je het dan maar ineens met vrienden? Ik zou precies altijd koop doen, omdat koop gewoon leuker is, vind ik. Uh-huh. Nog een tip, die glinsterende dingen hier, yeah, op de grond, een mijn opleggen en laten ontploffen. En dan komen er muntjes uit. Voilà. En met muntjes kun je dan upgrades kopen die... Right, dat is voor, levels. Dat is voor straks die dingen open te doen. Ja. Dat is leven, dus als je geen leven meer hebt, dan kun je het bijkrijgen. Tijdens je rol kun je ook dingen droppen, dus gaan we rollen. En een mijntje. En kunnen we op die manier. Oei. Voilà. Proficiat. Yay. Ik heb toch nooit geweten dat Lara Croft zoveel mijnen bij zich heeft, hè? Veel plaats om te verstoppen, hè. Wat is dat? Dat is extra leven, maar... Go! In principe kun je ook zelf proberen om te gaan. Nee. Slingeren. Wie, ik hè? Ja, echt? Slinger. Slinger maar. Ja, meent je dat? Ja, slinger. Nee. Jawel. Ja, ik geloof het niet. Doe het dan. Oké. Okay. Wacht, ik kan slingeren, hè. Och jongen, ik heb niet genoeg snelheid om te slingeren. Wacht, hè. Springen en slingeren, springen en slingeren. Ah! Of ook niet. Zijn jullie zeker dat dat werkt? Volgens mij werkt dat totaal niet. Nee, dat werkt niet. Oh, fuck. Allee. Schiet maar. Punt is, jij kunt mij nu enorm hard teruglappen door je ketting in te trekken. Ja, kan dat doen. Voilà. Fucker. Nee, Paflis moet wel op elkaar kunnen vertrouwen, hè. Ja. Doodgaan is trouwens aftrek van punten. En punten zijn nogal belangrijk, oh, fuck, om upgrades te krijgen. Nee. Nu kun jij mij schieten en dan ga ik achteruit. En jij moet wel degelijk loslaten, Sabine. Huh? Loslaten? Ja, jij moet naar voren komen en eigenlijk... Ah. Alright. Teamwork. Heb jij die upgrade nu ook gekregen voor je leven? Ja. Oké. Okay. Dus dat wordt gedeeld, upgrades en zo. Ja. Alles wat gevangen wordt is samen. Buiten muntstuk. Dus in principe, dit is van mij. Hey. Allee, fuck. Het nadeel van mijn twee is, als ik doorloop en jij niet, dat beeldscherm niet meer rolt. Dus het is beperkt qua grootte. Yay! Een ring. Wauw.
De game zit dus ook vol met wapens en ringen en amuletten die je extra krachten kunnen geven. Ja, ik zit nu in dat menu, dus ik ben dat nu aan het laten zien. Meer damage. Ga jij maar eerst. Oké. Okay. Zal ik ze anders gewoon ineens weghalen? Ha! Oh, fuck. We kunnen ook boven gaan staan. Oké. Okay. Schiet jij ze maar af. Oh. The fuck? Oh, vluchtschot. Mooi. Wacht op mij. Dat is wat ver. Oh, fuck. En nu? Terug rond, denk ik. Nee. Kun je hier ook niet naar boven? Kunnen dan niet naar de... Ik kan dat, ja. Oké, er is niks. Dan moeten we even gaan zoeken. Ah nee, je kunt u... Ja. Niet, hè. Hoe raak ik nu terug? Misschien moet ik terug langs akkoord, hè. Ja, verkeerd. Nee. Nog een tip. Een handige manier om snel te breken is inderdaad constant salto's te doen. En onze eerste grote dikke vriend komt eraan. Ze vragen of dat even leuk is als een traditionele Tomb Raider. Ten opzichte van... Het is eigenlijk anders, hè? Tomb Raider is het inderdaad, het is totaal anders. Maar qua action-adventure is het minder. Het is meer gericht... Even zien dat we niet doodgaan. Pavlis, bedoel het! Jij wel, ja. Save me! Hij is... Sukkel. Ja, ik weet het. Fuck. Gewoon anders. Het is meer... Ja, snellere actie op dat punt. Ik zal u kon genezen, lukt dat? Nee. Doe ik kalf. Ben ik helemaal dood nu? Ja. Helemaal leven, nee! Maar ik heb toch het meeste punten. Ik denk dat je deze meer als een tussendoortje moet zien. Een koop, gericht tussendoortje in mijn ogen. Minder als een volwaardig Tomb Raider avontuur. Huh? Hupsa. Als het iets met ballen is, is Jay altijd ver weg. Ja, dat is waar. Oh, waar is een andere bal? Hier ergens. Kijk, punten aan. Ik het maar doen, hè? Ja, doe jij dat maar. Je kunt dat beter. Ik heb meer balgevoel. Pew, 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 pew. Ik heb wel niet meer zoveel leven, eigenlijk. Pam 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 pam. Oeh, nieuwe wapens. Oh, ik heb een nieuw wapen. Ik ook. Oh my god. Oei, dat wordt gek. Hey, pak u een voilà, health potion. Woo! Jesus Christ, nog aan mijn litten ook of wat? Snel, want hij komt er terug aan. Ik lees niet allemaal wat er nu staat. Wacht, hè? Aan mijn lid, ja. Wow! Naar beneden. Ah, ik kan niet naar beneden. Oh, hij heeft een paar fles, jongen.
Moet delen. Sneller zijn, hè, jongen. Delen. Sneller zijn, hè. Vol een granaatje bijleggen. Ik heb geen granaat. Oké. Okay. Ik heb er toch eentje. Ik heb er twee. Het is aan u hier. Hier. Oh. Ik ga eerst. En nu? Nee. Nu moeten we loslaten en terug op mij klikken. Nee. Ja. Wacht. Hier is een van de collectibles. Maar omdat het te hoog is, kunt jij op mij komen staan. En als je op je eigen zou spelen, deze? Dan heeft Lara ook die staf, dus dan kan die andere dingen. En ik heb het gevoel dat ze dan ook iets hoger springt, dus dat ze dit alleen kan. Maar dat je het nu effectief met twee moet doen. Ja, van Oslar. Wat? Hallo. Dank u. Eerst even die orbs pakken, hè, Pavlis. Ja. Nee, er is iets aan het laden bij mij. Zeg maar sorry. Sorry. Okay. Allee, Pavlis. Ik zou nu gaan lopen eigenlijk. Jij wist dat, jongen. Fuck off. Ja, maar ik begin toch samen mee te lopen hier, hè. Rollen is hier. Verkeerde kant. Allee. Maar... Nee, je ging het op mij steken, hè? Ja. Gewoon sneller zijn. Hup. Nee, ik kon gewoon niet op tijd springen. Oh. Allee. Jij hebt meer leven dan ik. Ik ben gewoon beter. Jij hebt al je power-ups en zo al gebruikt, gij. Ah. Jij hebt een soort zitten oefenen omdat je niet wou afgaan voor de livestream, man. Je hebt echt gewoon 5 dagen aan een stuk zitten spelen, gewoon. Niet echt. Oh, fijn! Stoem Lara. Jij bent een fucking Egyptenaar, jij zet dat gewoon, gij. Hé, kom. Snel. Terug helpen, dank u. En voilà. Zo doe je dat. Fucking grote krokodil. Weet je wat ik wil? Een opblaaskrokodil. Right, nog een trofee. Spend your last few hours chasing a dead dream. But I will return to rule this kingdom and you cannot stop me. We zitten een half uur ver, Pavlis, ongeveer. Denk je dat we het spel gaan kunnen uitspelen? Ik vrees ervoor. We zitten nog niet in de open wereld, dus. Hop, we moeten terug. Nee! Echt helemaal terug? Volgens mij kan die Lara, als je zo 3 keer achter elkaar rolt op het juiste tempo, dan doet hij zo'n ratslag. Dat is zo'n beetje zoals Mario, als je zo 3 keer te goed jumpt, dan doet hij zo'n grotere flip-flop jump. Nee, dat is gewoon geluk. Oké. Okay. Oh, deze is een eindbaas die daar redelijk snel gaat gaan. Ik kan u zeggen dat de andere eindbazen niet zo eenvoudig zijn. Ja, degene dat we er straks hebben proberen te doen was moeilijker, hè? Wauw. Okay. One step closer to my father's murderer. That piece fell right into our laps. Wie zijn die andere 3 gasten dat erbij zijn? En een meisje? Dat is Isis, de godin. Ah. Dat ben ik zo gezegd, de zoon van de godin. En dan die
Carter, als ik me niet vergis, is dus de andere archeoloog. Right, wat okay. Daarmee is. Oké, okay, ik wist niet dat die twee dat goden waren. Dat zal wel dus verklaren. Dit is zowat de open wereld, yeah, die telkens naar nieuwe dungeons leidt. We moeten hier dus alle stukjes van Osiris terugvinden om hier te zetten. En als je de weg kwijt bent, is het altijd handig om bij Osiris te gaan staan, want die wijst naar waar je moet. Moet je het in een bepaalde volgorde afleggen? Ja, de dungeons gaan open naar gelang dat okay, het verhaal verder gaat. Dus je hebt niet altijd evenveel. Er zijn wel challenge dungeons bij. En deze was deze ook die overworld waar dat je dingen kon open doen? Of nog niet? Nee. Ja, we zullen eerst deze dungeon nog doen. Er zitten bepaalde challenges in. Als je bepaalde dingen kunt doen, krijg je extra amuletten en dat soort dingen. Naarmate dat de dungeons moeilijker worden, wordt uiteraard ook de vereiste om een amulet te krijgen een pak pittiger. En we beginnen eraan. Het goud dat je overal vindt, moet je sowieso. Zij er nog of? Ja. Ja, het is echt wel pak af van de andere, want hoe meer gems dat je hebt, hoe sneller dat je extra's kan kopen. Jade is hier te doen, hè? Ja. Punten pakken, hè? Ja, maar hier zit de collectible, dus. Maak dat hier. Jongen! Punten pakken. Punten pakken, punten pakken. Hey, hey, hey. Ja. Voilà. Je ziet onderaan. Ja, personages. Zie je de punten. Dus je ziet daar die 4900 bij mij. En 5300 nu. Als je doodgaat, gaat er denk ik. Dacht ik een duizendtal af per keer dat je doodgaat, dus. En jij bent dominant voor het scherm, hè? Jij bent de speler dat het scherm volgt, hè? Als iedereen volgt Lara Croft, denk ik. Nee. Want als jij nu voorwaarts zou gaan in het level? Nee, dan blijft het hangen op uw centraal punt normaal. Bij mij niet. Zo wel. Dus ik kan u killen? Nee, want dan stopt het beeld gewoon. Ah. Je kunt niet verder dan. Ah, oké. Het is aan u, jong. Hier. Moet erop gaan staan. Daar. Op gaan staan. Dan daarop. Dan kan ik naar de overkant. En dan kan ik daarop gaan staan. En dan kan jij daar. En dan moet je zijwalken. Woo! Ah, fuck. Ah! Allee! Ah ja, ik mag er niet af, dat is juist. Sorry. Het is al wel 1000 punten minder, hè. Je gaat er maar 4000. Doe mij denken aan de short of days. Ah! Oh! Ah, ja, fuck. Als je er even goed in bent als een short, dan... Nee, deze controls zijn niet goed. Ja, ja. Laat het mij weten als je het hebt. Huh? Wat moet ik hier doen? Dan loslaten of wat? Springen, hè. Ah! Oh. Even. Nee. The wall is weak. Ja, je moet mij wel niet opblazen natuurlijk. Nee. Hey, jij mag je amuseren met het voor- en achteruit duwen van deze stokskin hier. Doe maar. Punten. Punten. Als een vrouwelijk personage zou je dat beter doen. Ah, mijn punten liggen hier van boven. Ah. Wat moet ik daarmee doen? Voor- en achteruit. Voor- en achteruit? Ja. Ah. Wauw. Oh. Wee. Oei. Oh. Deze ballen hebben als probleem dat die ontploffen. Oei.
maar met die staf van Horus, die je dus ook hebt als je singleplayer doet, kun je dat vertragen. Ja, je moet wel terugkomen natuurlijk. Ja. Jij moet hier over en ja, terug openmaken. Maar dan heb ik veel punten zijn papelet. Nou, altijd minder dan mij. Nou, daar zat ik er meer als u. Uh-oh. Pew, 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 pew! Op de platform. Ah! Ja, op. Op. Maar papel is dat een moeilijke jump, hè? Zie je? Ja, je kunt ook langs staan. Ah! Oh, fuck yeah! En dan moet jij daar op de platformjes gaan staan. Oh, jij hebt een andere weg gepakt, gij. Maar een... ja. Hey, daar is een artefact, Paplis. Ja, en jij moet daar op, dus jij kunt nu terug. Ja. Springen. En lossen. Wow. Voilà. Allee. Uiteraard. Dat kan niet. Dat kan niet. Zo. Skills heet dat. Ah, fuck. Allee, jongen. Mijn dieptezicht trekt op niks. Ja, je dieptezicht trekt net wel op iets. Allee, Paplis. Oh, af. Ha, maar kan... Oh. Oh. Nee, die kan dat niet. Die kan dat gewoon niet. Ze gaan zoveel veel punten bij mij weg, hè? Ja, dat doet het toch wel zelf. Die kan niet springen! Dammit, waarom spawn ik niet bij u? Ah! Fuck my life! She's a fucking ja! Oké, wacht even, hè. Ah, bep, bep! Nee, wacht, ik ben te veel skippy aan het doen. Wacht, hè. Gewoon blijven staan, hè, Paplis. Wacht, hè. Ga mij positioneren. Oké, ik ben er. Applausje. Woe! Ah! Save me! Ah, jij weet gewoon waar dat wel al punten liggen, ja. Terug naar me. Oh, haha. Oh, fuck. Dat doet niks. Since you will not bow to me as Kepri did, then my spirits will devour your flesh. Oh, fuck. Nee. Mooi. Oh. Kunnen die mijnen opeten ofzo? Nee. Oh fuck. Ik sta in de fik. Hier is een health pack. En het niet pakken. Nee. Ik heb dat niet nodig, jongen. Dat is voor mietjes. Hopsa. Wow. Gaan we deze. Ah, dat kun jij weer doen. Ga eens zo ver mogelijk naar. Ah nee, je kunt dat straks alleen doen. Nee, het is al goed. Ik kan het straks alleen doen, het zal zijn. Nee, nu moet het in principe zelf doen, denk ik. Of ga je. Ja, kijk maar. Oké, ook goed. Ja. Yay. Wow. Wow, zijn deze ook speciaal lakjes?
Trut. Nee! Ja, maar ik krijg dat niet zomaar omhoog, hè, dus ik vermoed. Denk... Lol. Cool! Nee, daar is mijn plek. Ah, fuck! Ja, die mogen jij doen. Nou, het is naar daar. Wow, ik zie het nu ineens kei wel bullets af. Ah, fuck! Ah ja, oh, dit is niet dood. Nou wel. Wacht, Paplis, kun jij deze niet pakken? Is dat niet speciaal deze? Is dat geen upgrade ofzo? En hoe kun je dan naar beneden ook nog schieten? Nee, dat is als je doodvalt, dat er iemand anders dan... Oh. Oh, fuck. Of course, it's a trap! Het oog dat je daar ziet... Ja. Zorg ervoor dat je dat doet, maar je moet op het juiste moment... Oh! Nee. Ah. Moet... Wacht even, hè. Moet je oh, fuck. Krijgen. Dat is... Ja, doe maar. Oh. Oké, dus we gaan dood. Moet dat niet rollen? Moet dat niet rollen tot bij ons? Ah, please! Paflet and dying! Ah, see me! Ah! We gaan eraan, Paflet! Ah! Ja, deze gaan we nog eens opnieuw mogen doen. Ja, het was niet mijn schuld, hè? Ja, je zit niks aan het doen. Ah, nee, maar... Je kunt moeilijk je kunt met daar ook op schieten, hè? Nee, maar je kunt. Ja, maar je moet niet met twee op dat ding schieten, want dan. Je moet dat één iemand laten doen. Leg het maar uit. Je moet dat door één iemand laten doen. Leg het maar uit. Jij kunt het duidelijk niet, dus nu mag ik, hè? Oké, dat is goed. Wacht, hij moet het op schieten? Eén keer schieten, dan verandert hij van. Oké. Ja, erop schieten, ja. Huh? Oké, wacht, hè? Nee, jij mag dat niet doen, ga. Ja, maar het is mij nu wel gelukt als ze hier komt. Ja. Ah! Ik heb een Paflis, wacht hè. Ja, maar ik ben hem aan het timen, dus. Je mag... Oh, fuck. Huh, wat moet ik daarmee doen? Niks gezet, te gaan. Pas op. Ah! Ah! Save me! Come on, Jay. Come on, Zanne. Word jij nou ook niet dood? Ja, maar ik ben terug. Voilà, eerste dungeon. Oh, was deze de eerste dungeon? Wat was dat vorige dan? Intro. Ah. Visje. Yo. Ik heb een visje in de webcam gedaan. Dat is goed. Ik zie er toch beter uit als u, hè? Dat is waar, maar ik leef ook al 3000 jaar natuurlijk. Maar ik heb wel meer punten, dus screw you. En hier kun je dan nog kistjes openen met de gems die je dus verzameld hebt. Ja, ik zal eens zien hoeveel ik heb. Ik heb 500 en zoveel. Oeh, dan ga ik iets duur zoeken, hè? Ja, hoe duurder, hoe meer kans op iets handigs natuurlijk. En ziet je dan het uiterlijk van de kisten wat dat er duur is? Nee, je ziet dat aan de hand van, ja, als je erbij gaat staan, hoeveel gems dat ze vragen. Nou, alleen daardoor, of wat? Ja. Dus dan moeten we eigenlijk allemaal gaan laten afgaan. Ja. Waar ik bij sta is 500. En zijn het allemaal items? Alleen maar items? Ik heb voorlopig gems, juwelen gehad, rings of amuletten. Nou, ik zie ook alleen maar die van 500 als meeste. Als ik die pak, kun jij die dan nog pakken? Nee, maar dat maakt niet uit. Wilt jij die pakken? Nee. Oh, wacht. Hier is een Uber-kist.
Voor 1000! Zou ik sparen of niet? Nee. In functie van de livestream ga ik nu mijn geld al uitgeven. Uncommon ring found. Ja, je hebt rare, uncommon, extra rare en dat soort dingen. Ah, weapon damage, defense, bomb radius, nighttime only. Dit is inderdaad gameplay op PS4. En wij zijn inderdaad een beetje. Er staat bij nighttime only en dan gaat bijna al mijn stats gaan dan omhoog. Maar dat wil zeggen dat. Na een bepaald deel van het spel moet je, kunt je ja, dag of nacht veranderen, omdat er dan andere tempels beschikbaar worden gesteld. En waar zijn we nu mee bezig? Nu is het nacht, dacht ik. Oké. Zoals je kunt zien. Voilà, dit is stuk 2. Woehoe! Ik wou een vergelijking maken met God of War, zo van wat goden dat tegen elkaar bezig zijn. Maar. Ah, James! Wee! Ik volg je. Ik weet eigenlijk niet welke richting dat we moeten. Maar. Wacht, Pafles, ik weet nou wat we moeten. Oei, waar staat de standbeeld van die dude dat u wijst naar waar dat je moet? Ah, hier. Er vlak voor gaan staan, ja. Ah! Helemaal negen dus. Oké. Okay. Jump. Wee! Ah, hier. Oké. Okay. Huh? Oh. Wacht, dat. Ah, ik zit vast! Help! Ja, je zit van onder. Ja, ja, naar hier. Wow. Dit is een challenge. Challenge. Niet verplicht. Wat wil dat zeggen? Dat, ja, denkpuzzel, hè. Moeilijk. Oeh, ik kan zwemmen. Ah, ik ben dood! Ja. Moeilijk, hè? Ah! Ga jij aan de overkant? Ah, ik moet naar daar, of wat? Ja. Huh? Jij mocht ook naar de mijne komen, maar ik naar de overkant, dat maakt niet uit. Wow! Oké. Okay. Kan ik naar de overkant uit het water gewoon? Nee. Ik moet langs hier jumpen. Wah. No problem. Wah, big wapen. Wah. Got it. Woohoo. Voilà, dan is nu gewoon terug zwemmen. Web shotgun. Ooh. Wow. Gewoon terugzwemmen? Yes. What about all the money? Doe me denken aan de mummy nu ineens. Chance dat het nog maar een kwartier duurt, want ik ben last te krijgen van mijn neus. Krab dan. Krabben? Nee, hij jukt niet. Hij geraakt geïrriteerd. Ah! Ah! Fucking hell! Huh, waar ben ik? Ah, hier. Jo. Naar daar, oké. Okay. Hier gaan ook niet veel punten scoren, vrees ik. Dat is het voordeel. Huh? Oh fuck. Oh.
Nee. Oké, een shotgun vind ik niet zo goed eigenlijk. Pew, 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 pew. Succes, hè. Wat gaat het doen? Ik blijf gewoon niet boven staan. Oké. Nee. Ah. Allee. Huh? Oh fuck. Big boy. Bam. Nah, gimme. Yeehaw! Is niet zo moeilijk, hè. Oh. Oh, fuck. Ah! Waar ben ik eigenlijk? Ah, daar. Wow. Wacht, Paflis. Zal ik de gems oprapen en... Te laat. Wel schoon effectjes bij de bal. Allee jong, naar hier. Oeh. Shiny. Wow. Miss. Sorry. Oh. Huh? Yeah, look. Capri was a servant to Ra, the sun god. Kreeg jij ook een melding van uw tijd of zoiets? In de rechterbovenhoek. Ja, dat is de linker, in de linkerbovenhoek. Dat is een tijd dat ik bij de eerste keer dat ik het gespeeld heb. Oké. Okay. 14 minuten, 38 blijft. Ik heb dat ook. Ja, dat is uw uitdaging. Hey, naar boven, kom. Ja, ik zit vast. Zo. Er zit een invisible wall. Seth's influence is tearing holes in the world. He is close to crossing the boundary of Duat. We must destroy them wherever we can. Oh nee. Tijd voor puzzeltjes. More mirrors. Jij mocht ze juist zetten. En ik zal schieten. En dan waar moeten die... Ik moet die twee ballen tegelijkertijd kunnen. Voilà. Oké dan. Oh fuck. Allee! Er zou een geluidje moeten beginnen piepen of zo als u uw leven binnen kan. Ah, oh, jij moet hierop blijven staan. Ik moet. Ik ben dood, Paplis. Wacht maar. Oké. What? Voilà. Wel, ja. Nee. Paflis? Het is niet omdat je achter staat dat je... Paflis? Ah, daar. Allee, ik moet... Even zeggen.
Dat heb ik niet gedaan, zo. Nee, ik weet het. Wauw! Oh fuck. Ja, nu moet je loslaten. Zijn zeker? Ja. Yeah! Uh-oh. Dien hij een schild? Ja, dus die ga jij vooral moeten doen. Oké. Okay. Oh, die is al dood. Ik zal anders mijn grenade launcher even pakken. Moeten we die spiegels ook doen? Ja. Yeah. Ondertussen verzetten? Ik moet gewoon in één keer de volledige... Weet jij dat je die moet zetten? Ongeveer. Even piepen. Come on, Poplis. Ja, je mocht vooral niet meedenken, zo. Ja, hey, schiet nu eens een keer. Dan deze staat dus al niet goed. Ja, schiet nu eens. Ja, maar je raakt daar niet over, hè. Nee, nee. Oh, nee. Ja, we moeten die dieren ook hebben, hè. Oké, okay, wacht maar. Huh? Oei. Ik weet het niet. Maar waarschijnlijk niet juist. Ah nee, want je moet op die gele bollen geraken. Ja. Hup. Allemaal in één keer. Ja, dan stel ik voor dat we de livestream beëindigen, want... Wacht, hè. Maar. Pam, pam, pam. Ik weet het. Ten deze. Die gaan naar die bol moeten gaan. En je gaat een. Ah nee, dat gaat niet. En deze moeten gebruiken voor die bol te doen. En ten deze. Nee, laat maar. Ik niet bewegen. Ik haat spiegels. Hoi. Pew, 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 pew. Ja. Doe wat je goed is, hè. Pew, pew, pew. Niks aanraken, hè, gast. Nee, nee. Verschuift degene waar je het dichtst bij staat is? Ja, ik sta echt wel perfect op... Nee, andere... Ja. Dat die... Wacht, Pavlis, ik heb het gevonden. Oh nee, toch niet. Jawel, bijna. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, dat gaat niet. Gaat niet gaan. Zit hij niet helemaal recht? Dan moet hij best... Nee, nee, die is er niet recht genoeg. Oei, wacht. Woehoe! Achievement! Hey, kom. Nee, terug. Egoïst. Ah, wacht, wacht, Pavlis, ik sta achter. Oh, komen er hier veel? Wat is dat? Oh, wauw! Hoeveel... Ik sta nog 6000 achter, wacht even. Oh. Pew, 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 pew.
Pafles, doe de gander tussen wat je goed in zag? Ja, ik ben mij aan het ergeren nu, dus ik ben volop bezig. Wacht, Pafles, zal ik eens zien of dat de kust veilig is. Nee, je zit er nog vergeten boven. Kom, nee, loop maar terug naar boven. Ja, maar ik wou eerst u drop helpen en dan die nog gaan pakken. Ik hoop dat je sterft en schurft. Wat is dat? Krijg je dat leven terug mee ofzo? Ja. Cool. Oei. Ja, wie heeft er mij nu nodig om boven te geraken? Ik ken niet zijn, hè. Voor mij is dat goed als ze hier beneden blijven. Yeah! Ah ja, salue. Oei. Sukkel. What the fuck? Je hebt jezelf opgeblazen. Nee. Dat is per ongeluk. Is bijna gedaan in dungeon. Oh fuck. Oké. Nu ga het gedaan zijn, hè. Deze is een eindbaas. We zullen het één nog doen en dan zit de livestream erop, want het is ook bekend 9 uur. 10 uur. Pew, pew, pew. Kom eens op deze spiegel staan. Blijven staan, hè. Wow. Pijntjes. Au. Pew, 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 pew. Mag ik nog altijd op die... Nee. Oké. Moet die balkjes liggen. En toch op... Ja, ik los het zelf wel op. Dode jij de vijandjes. Pew, 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 pew! Wacht, ik heb waarschijnlijk ergens een keer een bal gelegd. Oh fuck. Kom aan, kom dan naar hier. Yeeha! Wow! Iemand heeft mijn man weggestoemd. Auw! PewDiePie! Pew, pew, pew. Kom, die eens bij mij staan. Oké. Yay! Springen. Ja. Beschermt die bolle ook nog van iets ofzo? Oké. Ik kan tijdelijk niet geraakt worden dan. Maar dat verbruikt ook waarschijnlijk van dat blauwe spul. Dat, nee. Dat is gewoon tijdelijk. Ga jij terug op? Ja. Op ginder, je moet gaan staan. Mij. Waarom werkt dat niet? Waarom werkt dat niet? Ah, hier staat er ook mee in. Wacht. Bah. Nee, ik moet hier zelfs gaan staan. Uh-oh. Voilà.
Ik heb een Iron Jeweled Fetish. Wat? Ik ook. We gaan eerst puntjes pakken. Oh nee! 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 Het leven is aan de snelletje. Allee, dat was ook nog eentje. Kan ik ook niet meer aan. Ja, yes, stroom even. Ready fashion. Alright, bro fist. Hoeveel vuisten hebben die goden, jongen? Twee, hè. Zoals de meeste meest. De Faro. Ik mis de punten voor u. De Faro heeft wel een kleurtje ook, hè. Wauw. In plaats van muntjes te pakken, hè. Pew, 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 pew. Ik heb niet genoeg. Ik heb 2500. Hé, hey, hier staat iemand. Ja. Wie is dat? Isis. Een van die vier personages. Staat die andere daar ook ergens dan? Normaal gezien wel. Oké, maar hier gaan we wel afronden voor de livestream, hè? Doe maar. Ik zal zeggen wat we volgende week gaan doen. Volgende week gaan we waarschijnlijk Raf Banaan en ik, en misschien nog andere mensen, GTA Online spelen. Want het is de bedoeling dat we na nieuwjaar wat avonturen beleven in GTA Online en dat we dat op YouTube beginnen zetten. Dus de kick-off daarvan is volgende week. En dat is direct ook onze laatste livestream van het jaar, want daarna beginnen familiefeesten zich op te hopen en zo van die dingen. Dus dan kunnen we niet meer garanderen dat we effectief gaan livestreamen. Heb jij nog iets gezegd, papa? Oeh. Niet meteen, nee. Allee, we moeten hierop geraken. Ah, fuck. Ah, nee. Ah. Zo. Toch iets. Nee. Oeh, deze kan ik nu open doen. Woehoe. Oké, Pafos, Jan, moet ik jou nog dag zeggen tegen de kijkers. Ah, morgen, de replay van de livestream komt morgen op YouTube, hè. Voor degenen die het op YouTube bekijken, nu dus. Ja. Inderdaad. Misschien moet ik dat stuk eruit knippen. Anders moet ik wel stoppen met babbelen en afsluiten. Ja, oké, we gaan afsluiten. Hè. Merci iedereen voor het kijken en heel graag tot volgende week voor onze laatste livestream van 2014. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Wacht even, dat is, want nu duurt het nog 5 seconden voordat ik kan afsluiten. Hè. Sukkel. Bye bye. Sukkel. Bye bye. Sukkel. Bye bye bye.